hier een heel leuk apparaatje waar je aan de zijkant van je taart gaatjes mee kan prikken. Die kan je opvullen met pareltjes. Meestal als je gewoon random gaatjes gaat prikken, zitten ze nooit gelijk. En met dit apparaatje altijd gelijk. Wat je doet, je zet het tegen je taart aan en dan ga je gewoon heel voorzichtig druk je de gaatjes erin. En het is zelf herhalend, dus waar je hier gestopt bent, druk je de volgende er weer in. En dan ga je helemaal door, totdat je weer terug bent bij waar je begonnen bent. Zo. Nou is het leuk om die gaatjes op te vullen met een pareltje. Het is wel even een werkje, maar het resultaat is wel erg gezellig. Nou is het voor dit soort dingen handig als je een draaitafel hebt die je ook een beetje schuin kan zetten. Ik heb hier hele kleine pareltjes. Dus het is wel een hele klus om dat erin te doen. Maar het staat wel heel leuk. Een beetje lijm in de gaatjes doen. Echt een heel klein beetje. En een pincet is bij dit ook wel heel erg handig. En dan ga je elk gaatje opvullen met zo'n klein pareltje. Zo. Dan kan je hem af en toe een heel klein beetje aanduwen. Als je denkt, het gaatje is net niet diep genoeg. En vergeet niet om echt in elk gaatje wat lijm te doen. Want doe je dat niet, dan valt gewoon je pareltje eruit. En ik heb hier nu gekozen voor een randje, maar er zijn ook dezelfde uitstekers waar je je hele taart mee kan doen. En ik heb er hier ook eentje waar je ze nog dichter op elkaar kan zetten. Dat is ook heel leuk voor op een cupcakeje, dat je de bovenkant van je cupcakeje bekleedt. En je kan natuurlijk de gaatjes opvullen wat ik nu doe met pareltjes, maar je kan er natuurlijk ook voor kiezen om er icing in te spuiten.